Het inolien doe je rustig en met volle, ontspannen handen. Hier begint de massage al. Wanneer het been is ingeolied, ga je als vanzelf over naar de eerste techniek, de algemene strijking. Je rechterbeen staat ongeveer ter hoogte van de enkel van degene die op tafel ligt, je andere been ter hoogte van het bovenbeen. Femke zal even laten zien hoe je je handen houdt. Linkerhand boven en rechterhand onder en je vingers wijzen naar binnen. Je legt nu beide handen laag op het onderbeen, tegen de hak aan. En je maakt een strijking met weinig druk op het been richting de bil. En dan kom je met je handen langs de binnen- en de buitenkant van het been weer terug naar de uitgangspositie. Dit herhaal je een aantal keer, waarbij de druk die je geeft steeds meer mag worden, terwijl de beweging langzamer wordt. Zorg ervoor dat je steeds meebeweegt en dat je voor het geven van de druk je lichaamsgewicht gebruikt en geen spierkracht. Je zet je vingers op de hoofdhuid tussen de haren en je duimen bij elkaar op het voorhoofd vlak bij de haargrens. Zorg ervoor dat je vingers niet kriebelen. Met je duimen maak je een volle strijking richting de slapen. Daar aangekomen maak je zachter enkele cirkeltjes op de slapen. Je begint weer opnieuw met je duimen bij elkaar en nu iets lager op het voorhoofd. En op deze manier maak je enkele strijkingen tot vlak boven de wenkbrauwen. En iedere strijking eindigt met cirkeltjes op de slapen. Bij sommige mensen zijn de slapen heel gevoelig. Begin dus niet te hard en stem je massage af. Wanneer je de laatste strijking op het voorhoofd hebt gemaakt, ga je door met strijkingen onder de jukbeenderen met je vingers. Zet je vingertoppen naast de neusbrug onder het jukbeen. Glijd, terwijl je het jukbeen accentueert, naar buiten en naar de slapen. En eindig daar ook weer met kleine cirkeltjes.